tourbussen vol toeristen die in het volle Amsterdam een parkeerplek zoeken. Het is geen gemakkelijke klus voor buschauffeurs. Een crime. Dit is niet prettig. Ik word overal heel snel weggestuurd en een beetje hatelijk. Niet echt vriendelijk. Maar voor de toeristen die merken dat niet, maar wij wel. En al die tourbussen leiden ook nog eens tot verkeersopstoppingen. Maar hier in het Datalab in Amsterdam is daar een oplossing voor bedacht. De app Tourbus. Tourbus is een appje. Dat hoef je niet te installeren. Je hoeft het niet in een store op te halen. Je kunt het gewoon via een URL bereiken. Dus je kunt het in je mobiel intikken. Bij de voorbereiding van een rit door een chauffeur van een tourbus, van een touringcar, krijgt hij een overzicht voor de dag dat hij moet rijden. En heel specifiek een overzicht van de wegoprekingen of alles wat er aan de hand is. Maar niet alleen dat, ze krijgen ook een duidelijke aanwijzing hoe ze wel moeten rijden. Het is een app met data die gevuld wordt door de gemeente Amsterdam. En daardoor weten ze ook dat het is wel goed gecontroleerde informatie die ze krijgen. In het datalab worden de meest uiteenlopende data verzameld. Het doel van het datalab is om toepassingen te maken die ten goede komen van de stad Amsterdam. Dus Datalab Amsterdam. En die gebruiken open data. De data die Datalab dan gebruikt of ontsluit, gaat met name over openbare ruimte en over de data die de stad al heeft over personen en gebouwen. En van die data wordt ook gebruik gemaakt in de app. De gegevens die in de app terechtkomen, die worden verzameld eigenlijk binnen de gemeente. Van verschillende afdelingen bij verkeer en openbare ruimte. Krijgen ze van verschillende bronnen data binnen. Daar beoordelen zij of dit relevant is voor de touringcarchauffeurs, omdat die een bepaalde route mogen rijden in de stad. En die filteren eigenlijk als eerste stap de berichten eruit die niet van toepassing zijn voor de touringcarchauffeurs. Er wordt gebruik gemaakt van alle evenementen die in de stad zijn. Denk erbij aan marathons, ook demonstraties, dus ook meer ad hoc wegversperringen, geplande werkzaamheden, ongelukken, al die zaken die invloed hebben op de route van de chauffeur en hoe die moet gaan rijden. De app is een uitkomst, denkt Mark Sloothaak, die zich als adviseur bij de gemeente Amsterdam bezighoudt met de uitvoering van het touringcarbeleid. Deze webapplicatie kan ervoor zorgen dat chauffeurs beter op de hoogte zijn van wat er speelt in de stad. En dat zorgt uiteindelijk voor dat je minder zoekverkeer krijgt van touringcars in de stad. Wat ook weer zorgt voor een afname van geluidsoverlast door touringcars. En ook weer een beter milieu door minder touringcars in je stad. Rutger en zijn collega's zijn ook veel buiten de deur te vinden om te kijken wat echt werkt. Wat de app hier kan doen is zorgen dat het duidelijk is wat je hier wel en niet mag doen. Je mag hier even staan, maximaal 10 minuten, passagiers in of uitladen en dan moet je weer door. Wat de app dan biedt zijn plekken waar je vervolgens kunt staan. Je kunt verderop op PTA staan, maar veel mensen weten dat niet. Als ze nou op de app hadden gekeken, dan kon dat wel. En wat wij hier nu gaan doen is eventjes een praatje maken met de chauffeurs. Eventjes als ze de tijd hebben de app uitleggen en gewoon eens kijken hoe zij ermee omgaan. Het voordeel van onderzoeken, echt met die gebruikers meekijken en meevoelen, is dat je heel veel kleine dingetjes hoort en ziet die het beleid weer heel erg zouden kunnen helpen. Nou, en dit is een voorbeeld van een ongelukkige term gekozen voor een halte. Dat is afgekort tot H. Dit is halte 5, waar je 10 minuten mag staan, maximaal. De afkorting is H5. En buitenlandse chauffeurs interpreteren dat anders. Die denken, je mag hier 5 uur staan. En ze denken ook echt dat dat mag. Dus ze parkeren de bus en zetten hem op slot en gaan weg. Dat is zo simpel op te lossen, maar je had het nooit bedacht als je binnen in je kantoor zat. Nou, dat is die dialoog die op gang moet komen tussen de gebruikers en de beleidsmakers. Dat gaat al heel veel van dit soort laaghangend fruit opleveren. Maar wat betekent het gebruik van die data voor de privacy van burgers? De data die gebruiken voor de app heeft nooit persoonlijke data. Het zijn allemaal openbare gegevens over wegafzettingen, over onderbrekingen, over evenementen. Dus er wordt niet gebruik gemaakt van persoonlijke gegevens die privacy kunnen schenden. Ik denk ook juist dat Datalab ons kan helpen. Mochten wij in de toekomst gebruik gaan maken van die data en echt dat willen opslaan en toerikers willen volgen. En wat op dit moment niet aan de orde is, maar ik denk dat juist Datalab ook ons kan adviseren
over wat we erbij wel en niet moeten doen. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. Ook is er nog meer mogelijk met deze toepassing. Wat we bijvoorbeeld aan, in de toekomst zouden kunnen gaan doen aan verzamelen of het sturen van waar gaan we naar kijken, is of een halte op dit moment bezet is. Chauffeurs die graag zouden willen zien of een halte op dit moment bezet is, door bijvoorbeeld een sensor te plaatsen en te meten of op dit moment er een bus op staat of dat de halte nu vrij is. Dat zijn gegevens die nu nog niet beschikbaar zijn, maar dat zou iets in de toekomst kunnen zijn en die we kunnen verwerken in de app om real-time aan te geven of een halte beschikbaar is. Het biedt niet alleen mogelijkheden om uit te breiden voor een toerenkastje, maar ook om het taxiverkeer in de stad beter te reguleren. De eerste resultaten zijn heel positief. Er zijn al zeker de jongere generatie chauffeurs die vertrouwen op dit moment echt op de app om heel even een dag door te nemen, als ze even stilstaan op parkeerplaats. Om heel even te double-checken of het echt goed is wat in de app staat, raadplegen ze vaak met de oude garde. Dus de wat oudere chauffeurs die Amsterdam op een duimpje kennen, die vertrouwen ze echt als bron. Maar de eerste stap is gezet dat ze dit keer ook gemeenteinformatie betrouwbaar vinden. Ik heb wel heel veel vragen. Deze buschauffeur is in ieder geval erg blij met het initiatief. Ja, zeker gebruiken. Als ik vanavond thuis ben, ga ik hem installeren.